Yes, welkom weer bij een nieuwe video. En in deze video ga ik je alles vertellen over hoe je moet omgaan als je broke bent en hoe je dit kan veranderen. Ik ga je precies vertellen hoe ik broke was en hoe ik van broke naar financieel vrij ben gegaan in een aantal jaar en hoe jij dit voor jezelf ook kan gaan toepassen. 99% van de mannen begint broke in het leven en dit is eigenlijk een goed ding. En daar ben ik het eigenlijk volledig mee eens. En waarom? Harde tijden vormen je als man. Hard times create strong men. Het is geen enge ergere vloek dan rijk geboren worden. Als je komt uit een rijk gezin, word je snel verwend en heb je weinig ambitie om iets te maken van je leven. Nou, wat moet je dus doen als je echt broke bent? Dit zou je echt enorm boos moeten maken. En deze woede moet je eigenlijk gebruiken om te veranderen. Te veranderen als persoon. En je inkomen kan alleen groeien als jij ook groeit als persoon. En de angst die je hebt, dus de angst van skeer zijn, van broke zijn, gebruik die angst om te gaan domineren in het leven, dat je nooit meer broke wilt gaan zijn. Dat zijn hele belangrijke dingen om te gaan toepassen in je huidige leven. Koppel broke zijn niet aan je eigen waarde. Je koppel je eigen waarde aan de dingen waar je zelf controle over hebt. Dus over je mindset. Over of je mensen helpt, of je discipline hebt, of je hard traint, of je werkt hard aan het veranderen van de huidige situatie waarin je nu bent. Puur omdat iemand meer geld heeft dan jij, betekent niet dat ze beter zijn als jij. Dit dacht ik vroeger altijd wel. Als iemand verder was, keek ik daar niet op de juiste manier naar. Altijd wel van, hey, als jij het kan, kan ik het ook. Op die manier kan je er wel naar kijken, maar het is niet zo dat die mensen per se beter zijn dan jij. Stop met klagen. Zeker in een heel Nederlands iets om te klagen over het weer, te klagen over verkeer of allerlei bullshit waar je zelf geen controle over hebt. Het leven is eerlijk. Het zijn gewoon testen die op je pad komen. Als je deze testen kan halen, dan kan je proeven van het goede leven. Zonder deze tijden kan je jezelf nooit ontwikkelen tot de persoon die je echt bent. Dus je hebt deze mindere tijden nodig in je leven. Dingen gebeuren niet omdat ze gebeuren, maar dingen gebeuren voor jou. Zodat jij ervan kan leren en beter mens kan worden. Het is geen falen, het zijn gewoon lessen waar je van kan leren en beter kan worden als mens. Wacht niet met het genieten van het leven. Je kan een gelukkige, zelfvertrouwende man zijn met 0 euro. Het is puur mindset. Als je jong bent, ben je rijk. Elke oude miljonair zou zijn plek met jou ruilen als je jong bent. Dat is echt zo. Je hebt nu tijd om iets op te bouwen. Dus gebruik deze tijd ook wijs en niet door het scrollen van social media de hele dag. Het geeft je grote waarde om te geven aan anderen wanneer je niks hebt. Je hebt dus tijd en je hebt leeftijd en energie om wat van te maken en te beuken. Dus haal daar ook alles uit. Op een gegeven moment ga je dit enorm bloed verliezen. Dus haal er het meeste uit. Het gaat je meer geld teruggeven dan dat je je ooit kunt voorstellen. Door dit te doen. Door dus waarde te leveren aan andere mensen. Wees meedogenloos, kijk naar je bankrekening en lach iedere dag. Wat je dus kan doen als je skeer bent, raad ik je aan om elke dag naar je bankrekening te kijken en elke dag op te schrijven hoeveel er op je bankrekening staat. Dit kan misschien heel confronterend zijn, maar dit gaat je wel helpen een beter inzicht te hebben in je financiën en hoeveel geld je uitgeeft en hoeveel geld je maakt. En dat gaat ervoor zorgen dat je meer geld gaat verdienen. Dit simpele trucje alleen al. Dit is de start van jouw heldenverhaal. Elke held komt van een bepaald punt. Het leven is saai, zeker zonder struggles. En struggles maken het leven ook interessant. Op een dag zal je anderen kunnen inspireren met je verhaal, als je wel rijk of succesvol bent geworden. Laat broke zijn je dus niet demotiveren, maar juist motiveren om later een verhaal te kunnen vertellen. En wees meedogenloos. En ik raad je het boek Relentless aan om die te gaan lezen van Tim Rover. Wees niet bang om niks te hebben. Want als je niks hebt, kan je ook niks verliezen. Staar broke zijn aan en lach. Geniet van deze struggle waar je momenteel in zit. En weet dat het tijdelijk is en dat je jezelf daaruit gaat vechten. Ontwikkel jezelf. Je bent niet geleerd op school over hoe je rijk kan worden, hoe je geld kan verdienen, hoe je een eigen business kan starten, hoe je een beest kan worden, hoe je vrouwen kan versieren, et cetera. Je moet allemaal zelf gaan leren. Uiteindelijk ben jij de enige die verantwoordelijk is voor jouw leven. En lees ook elk mogelijk persoonlijk ontwikkelingsboek dat je kan. Ik heb er denk ik 40 gelezen de afgelopen jaren. En ik ga er nog een aantal lezen. Waarschijnlijk nog 60 voordat ik 25 word. Ik ben nu 23. En investeer in jezelf en in je ontwikkeling. Dit is iets wat ik eigenlijk al jaren doe. Investeer in coaches. Vandaag heb ik weer een coachingstraject afgerond bij iemand die me helpt om beter voor de camera te verschijnen met short-form content. En het investeren in jezelf en in je ontwikkeling gaat je helpen. Ik had ook die shorts kunnen maken zonder deze persoon. Maar deze persoon heeft mij dus geholpen sneller deze resultaten te behalen. Oké. Er zijn ook manieren om rijk te worden waarvan je niet eens weet dat ze bestaan. Mensen hebben eigenlijk die kennis die jij nog niet hebt en het resultaat. Als iemand het resultaat heeft, heeft hij dus dingen gedaan
die jij niet gedaan hebt. Anders had jij ook datzelfde resultaat behaald. Kijk er echt op deze manier naar. Doe alles wat je kan om rijk te zijn onder andere mensen. Wees discreet. Betaal je weg erin. Werk voor iemand die al succesvol is. Ga naar clubs en gyms. Succes, adem succes. Dus je kan er ook gewoon goed uitzien in een Zara outfit. Ga naar netwerkevents. Koop cursussen, koop coaching. Kom in contact met succesvolle mensen. En niet met allemaal losers en rankers uit je huidige omgeving. Dit gaat je zoveel helpen door nieuwe mensen te leren kennen. En dat brengt zoveel kansen met zich mee. Oké, leer e-commerce. Je kan een fortuin maken met het verkopen van producten online zonder voorraad. En dit middel noem je dropshipping. Ik doe de afgelopen 4 jaar al aan dropshipping en heb inmiddels meer dan 130 bedrijven geholpen met het dropshippen. En wat je kan doen met dit geld, je kan stoppen met je 9 tot 5, je kan rondreizen, je kan investeren, je kan doen wat jij wilt. Ik heb vrienden die alleen al miljoenen per jaar draaien met het verkopen van de simpelste producten via Shopify en Bol en verschillende andere marketplaces. Naar mijn mening is dropshipping een van de beste modellen om te starten als ondernemer. En dat zeg ik niet omdat ik zelf coach ben in dropshipping. Maar het is gewoon een verdienmodel met een laag startkapitaal. En het is mijn weg geweest uit de red race voor de rest van mijn leven. Volg me op Instagram, Paul van Sprundel, en Facebook, Paul van Sprundel. Drop een like, abonneer en comment op deze video. En dan zie ik je graag weer terug in de volgende video. Ciao, ciao.